Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 5! De postbode is net geweest, want jawel, ik had nog meer kerstspullen besteld. Ik heb trouwens First Dates opstaan, want Elodie Elogabi, als of genoemd ze op Instagram. Ik vind die trouwens heel grappig. Die kwam erbij, dus ik wou dat heel graag zien. Maar er is een pakje gekomen van, hoe noemt dat? It's All About Christmas, daar had ik besteld. Dan nog eentje van Air Force Sport. Dus ik heb echt geen flauw idee wat dat is. Dat is misschien voor Niels. Maar nee, dat is voor mij. En nog een van mijn Maison du Monde. Dat heb ik best wel langer geleden besteld. 2 weken of zo. Maar het is er. Dus ik ga die openen met jullie op camera. Oké, ik ga mij op de grond proberen zetten. Proberen wringen. Oeh, voilà. En zien wat hier allemaal. Oh, ik weet al zelfs niet waar ik dat moet zetten. Hier, wat hier allemaal in zit. Waar is nu mijn schaar? Ah, hier. Oké. Okay. Ik zit wel zo half in de zon, sorry. Ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer dat ik op die All About Christmas bestel. En ik heb daar zondag besteld, denk ik. En ja, zoiets. Of zaterdag. En voor mij is het vandaag dinsdag. Dus dat valt wel van levering. Allee, dat valt wel zelfs goed. Zeker in deze tijden dat levering zo traag gaat. Dus ik ben benieuwd. Ik had nog een kerstboompje besteld normaal gezien. Aha, een kerstzak. Het is trouwens allemaal zelf besteld en zelf betaald. Dus no spawn. Een kerstzak in het wit. Kijk, tof. Ik dacht die bij die houten plankjes te hangen. En dan heb ik normaal 2 kerstboompjes. Ah ja, hier is er 1. Maar hij is wel groter dan ik had gedacht, precies. Ik ga die wel even in de verpakking laten. Want anders gaat alles sneeuw en zo vanaf, overal. Dan heb ik, deze is een kleine. Ik heb 1 echt zo kleintje voor op de slaapkamer. En 1 iets groter voor hier nog ergens te zetten aan de zetel. Dat ik zo 2 boompjes in het huis heb staan. Dit is altijd zo leuk. Maar ik haat wel zoveel plastic altijd. Ik vind dat, ja, verspilling, maar dat is natuurlijk ook, hè. Verspilling, ik denk niet dat ik de enige ben. En dan dit. Oh, dat is ook wel cute. Dat had ik ook nog besteld. Oh, mijn goud. Kerstboompje, ik weet niet waar ik het ga zetten, maar vind wel een plaats. Dan heb ik, dit reef besteld voor aan de deur. Vond ik ook wel heel mooi en toch zo modern en dit past wel echt bij ons huis. Dus dat wil ik aan de buitendeur hangen. Dan heb ik een kaars in het zwart met glitter. Er zit nog een plasticje rond, maar dan ga ik er rond laten even. Nog een normaal in een iets grotere maat. Ja, deze. Dus dan hebben we deze 2. En dan heb ik nog lampjes besteld. 2 van die LED-lampjes gewoon. 20 LED-lichtjes op batterijen. Voor rond dat klein kerstboompje te doen. En dan had ik er nog een voor ergens, maar ik weet niet meer precies waar. En dan toch eentje met een stekker. 40 ledlampjes voor rond dat iets groter kerstboompje. Milky! Milky zit in de doos. Milk! Oei, ja, je moet er niet uit. Oh, kijk hoeveel plastic. Ik haat dat echt. Dat is wel echt zo. Oeh, verspilling. Maar ja. Oké, next is Air Force Sport. Ik heb dus echt geen flauw idee wat dat dus is. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat zit allemaal zo raar verpakt. Dat is raar dat ze
wel raar verpakt. Maar oké, ik had van Noah nog een cadeautje. Noah verjaard. Deze vlog is vlogmas dag 5, denk ik. Dus Noah verjaard op dag 7 december. Ik hoop, ja oké, die kan er zelf niet zien. En als Celine ziet, is niet zo erg. Maar ik had dus een vliegtuigje van Duplo met mannetjes. Eigenlijk een luchthaven voor zijn leeftijd van Duplo. En dan dit. Dit is visjes vangen. Dat is een spelletje voor kinderen van 2 jaar. En dat is echt zo... ja, met magneetjes en zo. Eigenlijk echt super easy peasy. Maar ja, voor kleine kindjes dus. Ik dacht, dat is ook cute. Dus dat had ik ook nog besteld. Dan met zo die monden. Oké, met zo die monden. Daar kocht ik dus eerst en vooral opvulling nog voor mijn boom. Dus ik heb, dit zijn 2 kransen. Zo een soort slinger om in een boom te hangen. Dat gekocht. Dan heb ik dit gekocht om in de boom te doen. Openmaken. Dit. Wit glittery eucalyptusbladeren. Dat staan ze ook wel mooi in een vaas. Maar dat is wel te wit voor hier ergens nu in een vaas te doen. Dan heb ik nog gouden bladeren. Ook voor in de boom. Opvulling. Dan nog een schaal, normaal gezien, want ik wil zo al die kaarsen, ik heb die nu zo op een plateautje staan, zo van die. Maar ja, dat smelt natuurlijk en dat staat op mijn barkarretje en dat loopt op mijn barkarretje. Dus ik wil dat in een schaal steken. En ik heb een gouden schaal nog besteld. De binnenkant wordt groen. Maar als die kaarsen er allemaal in staan, gaat je dat niet eens zien. Dus dit is de gouden schaal. Ook van mijn Zodimonde. En dat is het. Alles wat ik heb binnengekregen en gekocht. Dus super leuk. Okay, ik heb al een deel van de nieuwe spullen gezet. Ik heb de zak hier gehangen. Hier, als je het goed kunt zien. Ondertussen de boomjes naar hier verhuisd. Die lichtgevende. Ik heb de schaal. Daar heb ik al de kaarsen in gedaan. En dan heb ik hier een van die takken in gedaan. Ik weet niet of jullie het goed zien. En hier nog een kerstboompje bijgezet. Ik vond dat wel gezellig. En nu ga ik die dingen erin hangen. Deze niet trouwens, die gaan gewoon naar boven. Ik heb die witte er al in gehangen. Hier. En hier ook. De rest ga ik nu doen. En voilà, ik heb toch die bladeren er ook tussen gestoken, want dat geeft nog wel een mooi effect. Dan die slinger, daar zit een stuk. En hier zitten gouden blaadjes, daar heb ik trouwens allemaal van elkaar afgeknipt. Hier zitten gouden blaadjes, hier heb ik een witte gestoken. En dan heb ik hier nog gouden blaadjes. Die had ik al. Deze had ik ook al. Die mag weer wat terug naar voren. Wat heb ik dan nog gestoken? Ah, die gouden blaadjes. Die heb ik al laten zien, denk ik. Dan heb ik... deze had ik ook al. Heb ik hier nog gouden blaadjes gestoken. Hier nog zo'n slinger tussen gestoken. En hier nog zo'n goudblad. Ik heb trouwens 1... roodachtige kerstbal, en dat is deze. En dat is Santa Claus van een Tampa waar ik altijd op vakantie ga. Dus die moet in de boom. Nou, oké, alles zit erin. Zo ziet hem er wel weer nog meer opgevuld uit. Dus dat vind ik wel echt mooi. Tijd is gekomen om vaarwel te zeggen tegen mijn extensions. Oh. Ik ga ze eruit halen.
Want het ziet er naar uit dat de kappers toch in december ook nog niet gaan opengaan. Ik dacht, ik laat ze zitten, zodat in december ik misschien naar de kapper kan. Maar aangezien het december is en de kappers toe zullen blijven, ga ik het zelf moeten doen. Ze zitten nu hier echt met knopjes allemaal. Dus ze zitten echt wel heel laag. Ik heb gelukkig nog van vorige lockdown de tang en het productje wat ik had gekregen van Shana van Hair Advice. Zij doet altijd mijn extensions. Dus ze stuurde ook van, heb je nog alles? En zo, ik zeg, ja, ik heb nog alles, dus ik kan ze er wel uit doen. Dat ga ik nu doen. Oh, maar ze zijn ook wel echt extreem lang geworden. Dus ze komen echt tot aan mijn broekswand. Dus, ja. Het is tijd, hè. Het is tijd. Komt goed. Oké, here we go. Ik heb er een Nalu bij genomen, als ik hem open krijg. En ik heb Teen Mom, Young and Pregnant opstaan. Let's go. Oké, ik wou een timelapse doen, maar dit gaat echt heel lang duren. Ik heb er echt nog maar 3 uit en ik ben al 5 minuten bezig. Dus ik ga jullie gewoon zelfs laten zien hoe het is met de extensions eruit. Alright, ze zijn eruit. Ik denk 2 uur later. This is my hair. Deze kant is iets langer dan die kant. Maar ik ga ze niet knippen of zo. Ik ga ze gewoon zo laten tot ik naar de kapper kan. Ze zijn nu wel echt heel vettig van het productje. Maar zoals je ziet, na extensions zijn mijn eigen haren best nog wel gezond. Oei, ik ben tosti aan het maken. Ik dacht al, wat hoor ik. Maar mijn haren zijn dus best nog wel gezond. Allee, er is echt niks aan door die extensions. Dus dat is wel fijn. Nu even zonder extensions en hopelijk binnenkort dat ik terug kan gaan. Want ik heb wel graag iets langer haar en mijn eigen haren groeien niet. Allee, iets langer, dit is dan ook wel lang. Maar zo ongeveer, wil ik zo. Ondertussen is het 2:50, denk ik. En ik dacht, ik ga even een break nemen van deze dag. En ik ga mijn huid verzorgen, want dat is wel nodig. De laatste tijd krijg ik wel wat pukkeltjes rond mijn mond. Je ziet het nu waarschijnlijk nog niet zo goed. Ik heb nog make-up op, maar dan ga ik er zelfs afdoen. Maar ik heb dus bij May Beauty de face kit besteld. Ik denk dat velen van jullie al wel weten dat ik zot ben van May Beauty. Ik heb er best al wel wat productjes van, zoals de body scrub. Ik heb ook al hun pore strips voor op de neus gehad, want die waren op. Dus ik dacht, bestel gewoon heel de kit ineens deze keer. Want ik ben echt wel fan van May Beauty. Ook omdat alles heel natuurlijk is en zo. En de muffin. En de producten zijn gewoon echt goed voor mijn huid. En ik zie echt wel resultaten. Nu dat ik natuurlijk niet meer naar het schoonheidssalon kan, heb ik weer last van veel mee-etertjes. Maar in de face kit komen de pore strips with charcoal. Echt een van mijn favoriete producten. Dat is een strip voor op je neus te plakken en haalt alle mee-eters eruit. Echt zalig. Je ziet ook echt het resultaat, want al je mee-eters blijven altijd hangen aan dat ding. Dus je ziet dat echt. Dan heb ik het pore mask en dat is deze. Die cleant eigenlijk uw huid en die zorgt ervoor dat uw poriën minder worden. Ik heb best grote poriën. Ik weet niet of je dat momenteel gaat zien zo. Maar ik heb best wel grote poriën. Vooral hier en hier. In deze areas. Dus een maskertje dat vermindert is echt wel een must-have voor mij in mijn beautyroutine. En deze heb ik ook al gehad hiervoor. Dus deze 2 zijn eigenlijk degene die ik al heb gehad. En ook heel mijn tube is leeg. Dit is trouwens een hele recycleerbare tube, wat ook een heel fun fact is.
En dit maskertje gebruikte ik dus 1 keer per week, denk ik. Soms 2 keer als ik er goesting in had zelfs. En die laat je dan 20 à 30 minuten op je gezicht. Ik gebruikte dat ook vaak gewoon hier en hier. Dat kun je ook doen. Je bent helemaal vrij om dat te gebruiken waar op je gezicht. Als je je heel gezicht wilt doen of je wilt bepaalde areas gewoon aanpakken, dan is dit echt ideaal. Daar komt trouwens ook een super handige borstel bij. Die ziet er zo uit. Die is ook trouwens vegan en dat zijn geen dierlijke haren, dus ook heel belangrijk. En dan kun je zo je maskertje aanbrengen, zalig. Dan heb ik een peel-off face mask with deep sea mud, removes blackheads and impurities. Ik hoop dat ik dat juist zeg. Maar dus dat zorgt ervoor dat meeeters ook weggaan over heel je gezicht. Vaak heb je hier ook meeeters op je neus natuurlijk. En hier kunnen ook wel eens meeeters voorkomen. Dus ideaal. En onzuiverheden gaan er ook mee weg. Dat is ook ideaal momenteel voor mij, omdat ik best wel hier met wat onzuiverheden zit. Dus ben super benieuwd om deze te gaan testen. En als laatste ook eentje die ik nog niet heb getest van May Beauty is het biocellulose face mask with hydro... Nee, wacht, opnieuw. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Ik denk dat je het zo zegt. Vrij zeker dat je het zo zegt. Deeply hydrates your face. En dat is dus een sheet face mask. En zo zitten er 2 in de face kit. Dus dat is ook wel super tof. Ben ik ook heel benieuwd naar. Ook zeker weer winter. Mijn gezicht is zo droog in de winter. Dat krijg ik dan weer vooral hier. Hier aan deze kant en deze kant heb ik heel vaak heel droge plekken. Nu ook momenteel is dat redelijk safa. Maar dat komt en gaat wel echt. Als ik veel buiten ben geweest, als ik ben gaan wandelen of zo, en het is echt kou, dan kan ik dat wel echt hebben. Dus dan is zo'n voedend, hydraterend face maskertje echt wel super handig. Dus ik zal nog 1 keer opsommen wat je allemaal krijgt als je de face kit bestelt. Dus dat is het pore mask met de borstel. Dan hebben we de pore strips. Hier zitten er trouwens 12 in dit pakje, dus je hebt er al genoeg voor een tijdje. Dan hebben we de face mask met hyaluronic acid. Dat zijn deze, de hydraterende sheet masks. En dan hebben we nog peel-off mask met deep sea mud. En daar zitten er 5 in, zoals ik goed kan zien. Ja, 5. Dus dit zit allemaal in de face kit. Ik zal onder in de beschrijving de link zetten naar de cleansing face kit. Of als jullie gewoon zoeken op de site van May Beauty, kunt je het terugvinden onder de cleansing face kit. Ik stel voor dat we enkele dingetjes gaan uitproberen en dat ik jullie meeneem naar mijn badkamer. Ondertussen zijn we aangekomen in mijn badkamer en wil ik jullie toch een paar productjes laten zien van de kit en hoe deze werken. Ik ga nu de nose strip gebruiken, dat is echt mijn favoriet. En ik zeg het, ik heb momenteel best wel wat meeetertjes op mijn neus. Ik ga het proberen een close-up te laten zien. Oké, ik weet niet of jullie het zien, maar ik heb best wel wat meeetertjes momenteel. Zwarte puntjes. Dus die gaan we aanpakken. Als eerste ga ik mijn neus nat maken. Ik heb trouwens mijn gezichtsmake-up removed. En dan ga ik mijn neus goed nat maken. Je kunt dat eventueel met een watje doen, met je vingers, met je handen, een washandje. Maakt niet uit, gewoon zorgen dat het goed nat is op de neus. En dan ga ik mijn handen afdrogen en dan gaan we de pore strip aanbrengen. Dit is de strip. We gaan hem zo aanbrengen. Goed ook in die hoekjes van de neusvleugels duwen. Dat is iets wat dat ik doe. Dat je ook zo in die hoekjes echt alles mee hebt. Voilà. Het zit erop. Deze ga ik nu 30 tot 40 minuten op mijn neus laten. En ondertussen, ik doe heel graag zo een maskertje met een neusstrip samen gecombineerd. Ook om wat tijdsbesparend te werken. Ik weet tegenwoordig
steken we niet meer zoveel tijd in onze skincare, terwijl dat wel heel belangrijk is. Dus een tip van mij, combineer dingen. Dus ik ga nu mijn pore mask aanbrengen voor mijn grote poriën. Oké, ik pak mijn borstel erbij. En dan komt er echt heel makkelijk uit. En ik ga eigenlijk een beetje naast de nose strip doen. Hier. Je ziet ook als ik wrijf, zie je hier echt mijn poriën. Ziet je het? Je ziet echt de structuur van de poriën. Ik ga dit ook op mijn ooglippen doen. Zo. Mijn wangen. Mijn neus. Goed. Dit is eigenlijk perfect om te combineren. Dan ga ik nog een beetje hier doen. Ook de zijkant van mijn mond pak ik wel mee. Je kunt het trouwens ook wel met je handen doen als je wilt. Deze is vooral goed als je het zwarte maskertje aanbrengt. Het peel-off mask. Dan is de borstel echt wel nog meer nodig. Maar als je handen niet wilt vuil maken, dan kun je de borstel bij alle maskertjes gebruiken natuurlijk. Hier nog een beetje bij doen. De Sessa hier nog. Oké, nu gaan we dat dus 20 tot 30 minuten laten drogen. En dan zie ik jullie zelfs weer. En ik ben terug. Zoals jullie kunnen zien is alles heel goed gedroogd. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar ik denk het wel. Ik ga eerst mijn pore strip eraf doen aan mijn neus. Oké, daar zit dus echt mee etertjes in. Ik ga het proberen te laten zien. Ik denk dat jullie het zo wel zien. Al die witte puntjes zijn allemaal mee etertjes. En je ziet ook goed in die randjes van mijn neus. Dus daarom mijn tip dat je dat goed ook in die randjes moet aanduwen. Ja, daar zijn we dus alweer vanaf. Ik ga ook nog eens wat dichterbij doen. Ik zie het zelf wel echt dat er hier veel minder zwarte puntjes zijn. En dan ga ik mijn maskertje eraf wassen. Ik pak altijd zo'n beetje lauw water, want dat is aangenamer voor uw gezicht. En voilà, het is eraf. Voelt heel fris. Er zit denk ik ook een soort van munt in. Ik ben er niet zeker van, maar dat voelt wel zo. Want het is echt een super verfrissend masker. Ik zie het er nu niet direct op staan. Alleszins. Het voelt echt zo fris. Mijn huid voelt echt zo goed aan. Ook niet trekkerig. Geen droog gevoel. Maar dan toch om af te sluiten ga ik nog dit maskertje doen. Het biocellulose face mask met hyaluronic acid. Dus die ga ik er nu nog op doen. Want mijn huid heeft wel nog een beetje extra hydratatie nodig. Ja, dat voelt leuk. Oké. Eens kijken. Het is dus een cheat mask. Zoals ik al zei. En volgens mij... Ja, ik moet hier twee kantjes vanaf doen. Zo, dat is één kant. Ik ga dit op mijn gezicht leggen. Voilà. En dan het kantje eraf doen. Dit ruikt trouwens ook echt zalig. Zo echt spa-achtig. Heel fris, maar toch zo niet te fel dat je denkt, oei, dat wil ik niet op mijn gezicht leggen, want er zit daar vuil. Dat is helemaal niet het geval. Oh ja, zalig. Voilà. En dit ga ik nu ook nog even laten intrekken om mijn huid nog lekker te hydrateren. Dan heb ik weer een kleine facial gehad. Hè. Dit maskertje voelt ook zo echt als een tweede huid of zo. Echt super zalig. En dan mag je er ook 30 tot 40 minuten op blijven. Wat ik ook doe als ik zo'n maskertje heb aangebracht, is zo het overige wat in mijn hals en mijn decolleté vegen.
Want dat is heel opvoedend. Voilà. Oké, we zijn weer een dertigtal minuten verder. Ik ga het masker afdoen. Het is goed gedroogd. Oh, my, feels good. Voelt zo echt heel hydraterend aan. Het is goed in mijn huid getrokken. Mijn huid ziet er echt wel fris uit. Ik heb nu geen gezichtsmake-up meer op. Het enige wat ik nog een beetje op heb is oogschaduw. Voor de rest is alles eraf. Mijn huid ziet er echt heel gehydrateerd en gezond uit. En very glowy. Ik heb ook een super leuke kortingscode voor jullie. Thalisa Face Kit 25. Als jullie de cleansing face kit ook graag willen uitproberen. Alleszins echt een aanrader. Ook voor jongere meisjes die pas beginnen met skincare. Is dit wel heel tof. Met een maskertje en iets om mee-eters weg te halen en zo. Zonder dat je echt moet investeren in super high-end producten. Want deze producten zijn echt top, super kwaliteit, vegan en echt heel vriendelijk voor je huid. En nu ben ik klaar om verder te gaan met mijn dag. Even een dansje, een random dansje. Ik weet niet waarom, maar ik voel me fris en goed. Het is ondertussen avond, as you can see. Hey. Hallo. We zijn net hamburgers gaan halen bij Alice Gourmet Burger. Yum. Ik heb er zin in. De bitterballen waren spijtig genoeg op. Dat is ons favoriet. Maar die waren er niet meer. Maar ja. We hebben dan genomen cauliflower wings en onion rings. Dus dat gaat smaken, hè. Ja, Niels zorgt voor de sfeer, hè. Alle kaarsjes aan. Goed bezig, babe. Dank jullie wel allemaal om te kijken naar deze vlogmas. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie in de volgende vlogmas.